Video Gaming. Dag lieve Violets, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe Skywars Challenge. Vandaag hebben jullie een kut challenge voor mij uitgekozen, namelijk deze. Waka Pew. Yeah, oftewel Ancient Disruptor, a.k.a. 10 kopwebs, a.k.a. Ancient Disruptor, a.k.a. Jullie snappen het wel. In ieder geval, we hebben hier maar één chest in deze map, wat voor mij heel gunstig is qua Ancient Disruptor. Waarom is dat gunstig, vragen jullie af. Omdat, zwaarden kunnen wel door mijn prachtige kopwebs heen. En als je geen zwaard hebt, kijk, ik heb er 2. Ik hoop dat dat betekent dat iemand anders er 0 heeft. Maar ik betwijfel het. Ik heb ook niks om het mee om weg te hakken. Dit is kut. Ik ga maar gewoon bouwen. Dit is gewoon een fucking goede gear. Oké, ik heb al meteen 1 blokje vernacheld. Hé, wat doen wij? Jij gaat eraan. Daag. Ah, oh, heeft geen zwaard. Dat bedoel ik. Oh, wel een zwaard. Laat maar. Daag. Dank u voor uw gear. Dank u. Dank u zeer. Kijk, dit is gewoon goede gear in één keer. Kijk. We hebben dat in ieder geval gefixt. We hebben in ieder geval goede gear. Ik ben blij. Oké, hij had ook maar gewoon kut. Hij had een woodsword. Wauw. Wowzers. Deze gozer had ook gewoon geen chest op dit eiland. Wat had hij op zijn eigen eiland? Had hij een axe? Wel een pickaxe, though. Niet echt iets waar ik nut aan heb. Maar we gaan het proberen. We gaan het ermee doen. Of gaat jij iets doen? Oh, daar zitten 2 mensen te teamen. Altijd leuk om te zien, hè, dat mensen aan het teamen zijn. Dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. Dit kan weg. Laat ik even gaan hakken anders. Oh, er zijn 2 teams. Oké. Okay. Super nice. Laat ik gewoon eventjes ook een... Oh, ik heb al een idee. Als ik nou gewoon dit hak. En ik maak hier sticks van. En ik maak hier een stone pickaxe. Dat werkt wel. Dat gaat wel werken, joh. Het is prima. Dat is een prima idee. Geen gek idee. Zeker niet. Zo, lekker. Hoppa. Zo. Pik in ieder geval bouwblokken en een stone pickaxe. Dat schiet al redelijk op. Hoop ik niet dat ik een team van 2 tegenkom. Dat zou kut zijn. Wat hebben jullie? Ze hebben wel een zwaard. Ze hebben 2 zwaarden. Dat is gewoon niet handig. Die kunnen zo mijn kopwebs kapot slaan als ze dat willen. Dat is niet de bedoeling. Die 2 boys, of die ene boy daar heeft ook een zwaard. Ze hebben allemaal zwaarden. Dat is niet leuk. Ik moet er dus in ieder geval eentje overlaten. La la la. Ja ja. Let's go. Let's just cut the rope hier. Daar. Hey, doet. Hey. Doet, nee. Please, don't come over here. Kom hier. Doet. Please, blocks. Dank je voor de boost. Dat haal je wel, kom maar. Komt u. Kom maar. Blocks. Haha. Nee, fuck. Ja, het is gelukt. Ik heb de challenge gehaald. Hij gaat dood. Yes! De kopweb trap is gelukt. Oké, wat het enige wat ik nu nog moet doen, is die mensen killen. Ik moet hun killen. Oké, als ik het nu haal, jongens. Het is me gelukt. Ik heb gewoon gedaan. Ik heb gewoon de kill gemaakt. Oh yeah. Oh yeah. Ik heb het gedaan. Een kopweb trap. Eigenlijk is het best wel de grootste troll die ik tot nu toe heb gedaan. Oké, als ik nu val, hè, ga ik echt huilen. Oké, nog maar 3 spelers over. En ik ben daar 1 van. En, zij zijn een team. Ik heb op zich goede gear. Zij hebben niet zulke goede gear. Wat ga ik doen? Zal ik wat gaan opwachten? Ik heb een idee op zich. Ik kan een boog maken. Ik heb 3 arrows. Voor de rest heb ik wel... Ja, oké. Okay, wat gaan we doen? Hoppa. Zo, deze jumps haal ik wel. Het zijn echt van die death jumps, jongens. Het zijn echt kut jumps. Maar het is wel handig eigenlijk. Als ik van die mensen af wil laten schudden. Af wil schudden. Dan kan ik die jumps gebruiken. Misbruiken, zoals ik het altijd hou om te zeggen. Misbruiken, oké. Okay. Dit is gewoon dutjes. Deze mensen gaan hartstikke hard aan, hoop ik. En dan heb ik de challenge gewoon gehaald, jongens. Holy fuck. Misschien ik nog wel eens met de kop aan de kopwebs heb. Hey, hey, dag, dag. Dus, hè? Let's go. Hey, ho. Oh, er is nog maar eentje over. Ik heb gewonnen! Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ik heb gewonnen! Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet te abonneren, te liken, te favoriten, te commenten. Hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Dit was echt het raarste einde ooit. Maar ik heb hem gehaald. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet te abonneren, te liken, te favoriten, te commenten. Als je een leuke challenge hebt, vergeet het niet in de comments te zetten. Ja, doe dat. Echt waar. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. En tot dan, zeg ik, later.